houdt hem even, Milo. Weer een vraag over het weer, Harry. Je bent hier niet bij de kapper. Ja, weet je hoe koud het is? Ja, min 13 graden. Ja, nou, dit is toch hartstikke actueel dan? Dat is dat toch nieuws, man? Ja. De Korte. De heer De Korte. De Korte. Koud, hè, meneer De Korte? Ja, het is koud. Nou, hè? Hij doet niet. Leuk, hè? Het is goud hoe het hebben, hoor. Ja. De Korte gaat gewoon antwoorden. Dan eerder. Dag meneer Wiegel. Heren van Verona. Goedendag. Hoe is het met u? Dag, ik kijk even in de camera zoals ik dat altijd doe. Nou, dat doet u bijzonder. Dit is de burgemeester van Heerenveen, die is nog veel belangrijker vandaag. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Komt u dit allemaal filmen? Ja. Wat prachtig. We zitten er weer bovenop. Dit is een geweldige sterspot weer. Nou, dat mag wel. Dit is weer enorm voor Friesland. U staat er goed op, meneer Wiegel. Nee, dat is ook de ik bedoeling. Ik heb fantastisch in beeld. Mooi zo. Ja. En daar ben ik ongelooflijk blij mee. Ja, nee, ik vind het ook ja, mooi. Hoor. Ik vind het altijd mooi om op de televisie te komen. Wow. Ik heb u wel zo close-up. Ja. Dat u, nou, u zult echt versteld staan van uzelf. En zouden de kijkers het ook mooi vinden of zou het tegenvallen? Nee, die vinden dit ook fantastisch. Ja? Nee, ja. Mooi zo. En dit is mijn zoon, die moet ook nog even op de televisie. Uw zoon er ook op? Ja. Het is koud in mijn Het is heerlijk warm. Ja. Het is echt een Fries lenteweertje.